van veel van jullie misschien niet weten, of misschien wel weten, is dat je in Brawl Stars 0 trofeeën kunt hebben op een account en wel gewoon alles unlocked. Een shop en zo. Het is eigenlijk gewoon heel makkelijk, gewoon je Supercell ID ding doen hier. Dit. Ja, oké. Dat is gewoon alles. En, join mijn club. Hij heet Yeet. Deze. Wacht eens even. Iemand heeft onze club proberen na te maken omdat hij zo hoog ging, of wat? Ja, ja. Oké, join deze club. Ik ben Milan hier bovenaan. Dat is het beste. I am the president. Last online 1 uur geleden. Ja, get up. Dus ik denk dat we maar gaan spelen met Parley. Volgens mij is niet de bedoeling dat ik Parley al nu heb. Maar ja, dan moeten ze er maar niet. Oké, we gaan met konijnen gooien, zeggen ze. Blijkbaar. En nu staat er ook wel degelijk online dat ik 0 trofeeën heb gehad op dit account. Dus dat is zeer top. Ik ga gewoon een beetje spelen en misschien zeg ik sommige random dingen. Maar dan weten jullie dat ik daar soms random dingen ga zeggen. En dat ik niet altijd ga praten, want dat is een beetje saai. Voor mij, want dan kan ik me niet concentreren. Dus ik heb natuurlijk geen webcam, dus ik moet daar ook geen rekening houden. Het spel bedoelde dat ik Shelly zou zijn, die heeft meer AP. Hoor je een wifi teken, daar gaan ze weer iets aan doen. Maar nu gaan we even gewoon dit potje afspelen. Heel leuk. Als we het gaan showdown doen, dan wordt het waarschijnlijk iets interessanter. Ik hoop dat hij ging doodgaan, dan kon ik die edelstenen hebben. Het zijn geen mensen, dat weet ik toevallig. Of wel, zijn het gewoon heel harde noob mensen. Beam. Rosa, waarom doe je dat? Oké, die El Primo die mag ook dood van mij. Ah, ik ga doodgaan. Jammer. Oké, we hebben nog 10. Nu moet Shelly of ik niet doodgaan, want dan moeten we opnieuw beginnen met aftellen. Waarom staat hij hier? Dat is levensgevaarlijk voor hem. Je had mij daar echt zo makkelijk kunnen hebben gewoon. Maar ja, het zijn wots. Abim! Au, au. Oh, jammer. Ik heb eigenlijk zo hard doodgaan, omdat ik zag dat die andere 13 had van mijn teammates. Oké, ik heb echt een vee gekregen. Zeer fijn. Ik heb een doos ontgrendeld. Boom. Nu kan ik upgradingen doen. Zo, nu heb ik upgradingen gedaan. Op 2 knokkers. Zeer geweldig. Maar we gaan direct weer in het potje. Dus... Vandaag is natuurlijk een beetje random dingen, want het is net een account dat ik net heb aangemaakt, dus ik ga ook niet random gewoon iets kei-cool doen. Ik ga zeker een doosopening doen op dit account, dat is waarom ik het heb aangemaakt. Maar als ik eenmaal 300 trofeeën heb, dan ga ik echt challenges freaken gewoon. Maar dat moeten jullie niet zien, tenzij jullie dat willen. Dan ga ik gewoon de hele tijd freaken op dit account. Totdat ik op level 70 ben. Ik ga deze video wel een paar dozen opmaken, maar dat is nog niet van de Brawl Pass. Ik heb al 1 doos opgemaakt van level 1. Maar ik denk niet dat dat veel uitmaakt voor jullie. Er is zeg maar niet veel veranderd. En zo ga ik dat ook met elke Brawl Pass doen, denk ik. En dan ga ik die ooit eens kopen en dan heb ik genoeg dingen. En dan ben ik heel blij, fijnheid, leuke dingen, top. Oké. Maar ik ben nog niet max level op mijn hoofdaccount, dus daar moet ik wel iets aan doen. Eerst voordat ik op dit account professioneel ga worden. Waarom zei ik professioneel? Omdat ik professioneel ben in Brawl Stars, ja. Dat vind ik ook. Ik ga eraan. Dood. Wow, we hebben er al 9. Dat kan niet, hè. Volgens mij zijn dit mensen. Ik weet niet trouwens. Heel eerlijk, die zijn niet zo glitchy aan het lopen. En ze pakken edelstenen op. Zo, dit is al weird. Wow. Waarom stond hij een Barley? Kill, 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 kill.
Oh, jee, we begonnen. Wat kom je doen, Florke? Woehoe, we hebben een nieuwe knokker. Toe, 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 toe. Die heeft een beer. Weet je, vroeger was Pul toch op de 80 trofee dat je die kreeg? Hallo? Je zou Bill eigenlijk hier moeten krijgen. Maar 250, dat is net voor quests. Oh. Die vakjes die kunt je omdraaien. Kijk, Power League. Kijk, al die vakjes zijn letters geworden. En als ik nu wegga, dan heb ik een hele mooie, niet gevakt, niet geletterde dingen. Toch? Ja. Oké. Wanneer krijgen we showdown? Ik ben laat aan het worden. Hier pas. Op de 30 trofeeën. Dat is nog twee potjes winnen. Timelapse dat ik de twee potjes even win. Wat moet deze timelapse wel niet gaan worden? Potje 2. Dat was een zeer fijn tweede potje. En wat hebben we nu gekregen? Snowdokken? 32 trofeeën. Dit is trouwens ook de bedoeling dat we 0 trofeeën houden op onze Shelly. Zodat het echt heel OP is. Ja, heel OP. Woe, we hebben showdown. Weet je waar ik nu echt heel veel zin in heb? We gaan volgens mij bij de 30 onze grote opening doen als we 30 hebben. En dan ook bij de 60. En die 70 die kunnen we wel gewoon op het einde openmaken. Dat is een pinpack. En ik denk niet dat we daar gaan geraken trouwens, heel eerlijk. Oh my god, dat is nu zo. Dat kan ik gewoon niet tegen. Oké, laten we een solo doen. Het is een hele vreemde map die ik nog maar 2 keer of zo heb gespeeld. Volgens mij is die niet nieuw of zo. Die is gewoon sinds dat die update is gekomen. Teruggekomen, want die was er vroeger volgens mij al. Deze wel. Dank je. Wegblijven daar. Wegblijven daar. That's why I shot at you. Mag ik deze dozen hebben alsjeblieft? Sorry, ik heb het gedaan. Maar jij gaat mij volgen, dat vind ik een goed plan. Nee, ik vind het een goed plan dat jij mij volgt. Kom pushen of zo. Pushy. Pushy, haha. Kom jij ook maar pushen. Oh, we hebben hetzelfde aantal aan krachtpunten. Dat is eng. Eng, 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 Yay! Ik heb Shen gekild. Ik heb geen idee, die heette Sebas en ik zeg Shen. Shen is gewoon een coole naam, oké. Let mij denken. Noob 2000. Zeer fijn. Fijn, zei ik. Niet. Oh. Hallo, is het Shelly? Hallo. Oh nee, het is Rosa. Rosa. Ik heb deze Rosa nog nooit gezien, dus daarom schiet ik erop.
Woehoe! Ja, lekker! Ik heb roze! Ik ben heel blij. Maar oké, mensen, dit was de eerste video op deze. Nee, de eerste Brawl Stars video op dit account. Ik denk dat ik dit ga noemen Brawl Stars Season 3. Want waarom ook niet? Ja. Ik heb Season 1 nooit afgerond en ik heb ook Season 2 nooit iets over gezegd dat ik het had afgerond. Maar de Season 3 is een hele leuke season waarin we hele leuke seasons gaan doen. Ja. Dus vonden jullie deze eerste aflevering van Brawl Stars Season 3 heel leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. En like al mijn video's, oké, dat hoeft niet per se. Ga ook naar mijn TikTok, het heet Milami België, wow echt, ja. En Instagram, Mila Mertens, en ja, die komt in beeld. Doe ook Chica en Bertha en Billy de Kip, die zijn ook allemaal heel leuk. Komen bijna nooit foto's op, nou ja. Ja, doei!